Ik ben Mark Boscha. Ik heb een melkveebedrijf hier in Band. Samen met mijn ouders. We melken al 25 jaar boven de 10.000 kilogram melk. De laatste jaren boven de 13.000. Met hoge gehaltes, voornamelijk het eiwit. Dit komt door een stukje fokkerij en de voeding. We voeren al geruime tijd gemengd. Ruwvoer is een heel belangrijke basis in ons rantsoen. Momenteel 58% ruwvoer. Het gemengde voeren vinden wij belangrijk omdat elke hap voor de koe hetzelfde moet zijn. Zodat er geen selectiemogelijkheid is en dat de pH in de pens van de koe gelijk blijft. Goed mengen is voor ons erg belangrijk. Daarom hebben we de volgende late volgorde aan, houden we aan. We beginnen met structuurgras, daarna stro. Hierna komt de vierde snee erin. Daarna de natte eerste snee. De sodagreen heeft inmiddels 24 uur voorgeweekt. Die doen we hierna erin, samen met de grasbrok. Dan komen de raap en de mineralen. Als laatste doen we de mais erin. En deze volgorde dat geeft voor ons het beste en de snelste mengresultaat. Voederwinning is de basis voor goed ruwvoer. We proberen zo kort mogelijke veldperiode aan te houden. Dat betekent zo min mogelijk schudden. De kuilen maximaal 35% droge stof. Zo kort mogelijk hakselen voor een optimale conservering in de kuilen. De vierde snee voeren we naast de eerste snee samen met stro en structuurgras, omdat de eerste snee erg snel is. Daarnaast voeren we sodagreen voor het zetmeel en de grasbrok erbij voor het stukje extra eigen eiwit van eigen land. We hebben herkauwtellingen op de robot zitten, zodat we kunnen monitoren hoeveel minuten de koeien herkauwen. Hiermee passen we het rantsoen aan met aandeel stro en structuurgras, zodat de snelheid van het rantsoen optimaal is. De manier van voeren, hoe wij het doen, is ideaal voor ons. Het gemengde rantsoen geeft geen mogelijkheid tot selecteren. Elke hap is hetzelfde, de hele dag door. Dit geeft als voordeel voor ons dat de koeien goed in conditie blijven. Weinig gezondheidsproblemen en ze geven veel melk en de loop op de robot blijft goed.